Welkom terug, beste kijkers, op mijn kanaal. Welkom terug bij de Horizon Zero Dawn Let's Play. De serie waar ik natuurlijk een prachtige aflevering 1 van heb geüpload. En al toen super gehyped was, gepakt was door de game, enthousiast was. Al echt heel erg onder de indruk was en meerdere malen met kippenvel heb gezeten. En vandaag gaan we gewoon verder. Dit was nog de fotomodus van aflevering 1, het einde daarvan. Ik wil de fotomodus afsluiten. Ik heb een prachtige screenshot gemaakt. En we duiken in de game. We vervolgen ons avontuur. Lessen in de wildernis. Aflevering 2. Show die support door even te liken. Te abonneren mocht je nieuw zijn. En laten we snel verder gaan. Aloy, come now. Gather the berries. Zo. Good. Now eat the berries. En hoe doen we dat? Met het pijltje omhoog kan je je medicijnenbundel gebruiken om je gezondheid aan te vullen. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's Embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Wauw, ik zie gewoon prachtige bossen die er ook al in Killzone Shadowfall zaten, wat toen al magnifiek was. En in Horizon Zero Dawn doen ze er even 10 schepjes bovenop. Further down river, we'll find a herd of machines. And I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Oh man, ik hou van deze game. Het werkt zo smooth en goed. En ik ben ook een typisch een kind trouwens. A machine's coming. Oh, fuck. Crouch and follow me into the tall grass. Ga maar voor, jij bent de prologue, man. Ik ging alweer te snel. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds. I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. Wow. Oh, another one. Let it pass. Bizar hoe gedetailleerd die game er gewoon uitziet. Natuur, lichteffecten, weather effects en de detail op de beesten zelf. That's the last of them. Let's move on. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Oh, kijk een konijn. Kijk hoe mooi, man. Het heeft gewoon een vacht met individueel wapperende haartjes. Als dit de games van tegenwoordig zijn, jongens. Ik kijk mijn ogen echt uit als gameliefhebber, als fan van RPG's, maar... Hey. Who's that? Ignore him. But why is he up there? Smiling at us. Teb! Get back where you belong! Teb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe.
then he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. Typisch, hè? Daar waar mensheid is, daar zijn problemen. Daar zijn ruzies, daar zijn oorlogen, daar zijn verschillen. Verschillen onderling. Waardoor er wel weer problemen ontstaan. Het is altijd het fuckingzelfde liedje. Ik haat mensen. Wow, 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 check the background. Jesus. Dat zijn paardjes. Ik hou van paardjes. There. See them? Oh, het water. These are called striders. Wat zijn het? Striders? Heeft dat ook een reden? Ha! Get! Why'd you chase them up? Wow. I'll show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to do it. Okay, that's één steentje. Good. That's it. Oh, verkeerde knoppie. Those will do. Dos stenos. Follow. Kan ik dit soort dingen al doen? Nee, waarschijnlijk bewust. Waarschijnlijk loop ik op de zaken vooruit. Moeten we nog een klimtutorial krijgen? Maar man, wat ziet het er goed uit. Hey, Rost gaat vrij snel. Wauw. Oké, okay, hij is gehurkt. Ik maak vrij veel geluid, dus ik zal even rustig aan doen. En stop wasting time. Ik moet gewoon ook echt af en toe eventjes de tijd nemen om me heen te kijken. Te genieten van Aloy, hoe prachtig het eruit ziet. Punt uit. Los van of hij nou schreeuwt constant. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with. Or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Okay, awesome. Blijf op de richel, gooi stenen in de richting van Ross. Aloy, throw a rock near me. Oh shit, dit is zo mooi. There. Come girl, it's safe now. Shit, hey. Ik kijk mijn ogen echt uit. Ik heb dat in lange tijd niet gehad. De laatste keer dat ik dat had was The Last of Us, jongens. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Okay. Metaalscherven en kabels. Harvest the kill, Aloy. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Oké, de wapencirkel openen. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Oh man.
Het zit zo goed in elkaar. Wat ik al aangaf, de goede aspecten van de games die ik opnoemde in het rijtje. Hier, stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. The Strider, one of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter, if she's careless. You must study her brain. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? Prachtig dit. Eens eventjes kijken. Kijk, dat is een zwakke plek. Oog is het zwakke plek. Maar ik denk gewoon dat hier nu hierop wordt gedoeld. Een brandstofcilinder. Nou, oké. The canister on its back. Is that a weakness? Aww. Yes. How did you guess that? The device. It showed me. But that plaything? Stop playing games. Now, take down that Strider. Target the eye or the canister. And if it charges, be ready to roll out of the way. Wauw. Twee hits in het oog, eentje in de brandstofcilinder en het resulteerde in dit. Volgens mij prima uitgevoerd voor een tutorial, toch? Ik heb metaalscherven en wat is dit? You did well today, but you have much to learn. Tomorrow we train again. Ik vind het helemaal prima. Wat een... What was that? Oh shit. That boy. The one running the brave trails. Follow Aloy. Quick. Oh, okay. Het loopt uit de hand. Een onverwachte scenario. Pa-pa-pa-da. Ik hoor trommeltjes. Het wordt spannend. Wat gebeurt er? Dit is onverwacht. Zal de jongen worden lastiggevallen? Wow, af en toe die overblijfselen van de mensheid. In welk land speelt het zich eigenlijk af? Waar zijn we? Ze wordt gewoon niet geloofd, hè? I'm not. I can sneak through. You will not. Ja, ze gaat wel. Dit is Aloy. Aloy. Dit is Aloy. En ze is nu al stront eigenwijs, maar wel voor een goed uiteinde. Voor de goede doeleinden gaat ze gewoon op pad, nu al als kind. We need to do this slowly and quiet. You
Oké. Je kan zien welke pad ze nemen. Toch vind ik dat nog wel een beetje tricky. Maar kijk, dit is gewoon het pad dat hij loopt. Ongelooflijk. Let them see me. Hij loopt ook een specifiek pad. Hun lopen gewoon niet. Oké, daar helemaal is het doeleinde. Sluip naar de gewonde jongens. Die is helemaal daarachter. Hij keert straks weer om en dan kunnen wij er vandoor. Ook eventjes die in de gaten houden. Zie je, die kijkt daarna. Wat een prachtige game. We need to see their paths. Kijk nou jongens. Almost there. Deze route is vrij dicht op elkaar allemaal. Kijk, daar is hij. We zijn er al. Hij heeft zijn arm gebroken. Kijk hoe lief ze is. Ik vertrouw er helemaal niks van. Pas als hij ergens gaat stilstaan, dan... Oké, blijf wel bij hem, hè. Stinkjoch. Wauw. Hij is trots. Hij geeft het niet toe, maar hij is trots. So, it is no plaything. Wait. Oh, mother, bless that girl. Bless you both. Boy! Save me. I just wanted... Boy! Seal your lips. They are outcasts both. And she is motherless. Come now. Back to mother's heart. And you... Boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now.
follow. I know the way. Ze is boos, ze is pissig. Ze is ook nu al pissig op mensen. Oh, fucking kut, kinderen. Dit is echt heel erg goed. Jij bepaalt hoe Aloy haar persoonlijkheid uit. Hoe diepgaand en awesome is dat? Richt op zijn hoofd, stoot de steen uit zijn hand, laat de steen vallen. Hey. Children, away from there. Back to picking berries. You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start training? Yes. Follow. Aww. Ik weet niet hoe het zit met jullie, maar ik kijk dit met kippenvel hoor. What the fuck, jongens. Wauw. Ah.
nee, 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 nee. Rost? 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 Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Niveau 3 bereikt. Het punt van de speer vindt Rost. En ik hoorde haar zeggen 3 dagen verwijderd van de beproeving. En Rost is opeens weg. We zijn dus nu al 3 dagen verwijderd van de beproeving waar ze het jaren geleden over hadden. De game begint echt heel goed. Inleidend, maar toch explosief. Actievol en toch emotioneel. Echt heel erg goed. En toch, ik voel iets heel erg clichés aankomen. Ik wil niet dat het gaat gebeuren, maar ik voel dat het eraan zit te komen. En mijn verwachting is dat deze Rust, die waar je jaren mee traint, die Aloy echt ziet als vaderfiguur, ik gok dat wel vrij vroeg afstand nemen van die man. Hij gaat neer. Hij gaat dood. Dat gok ik. Ik wil het niet. Ik denk wel dat het gaat gebeuren. Man, deze part 2 is al zo goed. Deze game is al zo goed. Ongelooflijk. Leer hier iets van, game industrie. Dat zei ik ook al 1080 keer bij... Wauw, dat was geen subtiele hint naar kwaliteit. Nee, ik heb dat ook al echt zo vaak gezegd tijdens het spelen van The Witcher. En nou dan deze game. Wauw. Druk op R1 om machinepanzers eraf te stoten met je speer. Probeer het maar eens op de training dingen. Gebruik R2 aan om ook kleine machines omver te gooien. Kijk bij de voorwerpbeschrijving hoe ze voor de rest werken. Oh. Oh. Shit. Een handmatige save gemaakt en ik ga ook een snelle save maken. Hoppa. Oh, heerlijk dat het zo werkt. Wat goed. Oké, er is iets uitgelegd met R1... Wow, dat is inderdaad een gedeelte panzer. En R2? Wow, wow, wow. En stel ik doe zo, een rondje. En zo. Wow. Zieke game. Zieke, zieke, zieke game. Kijk, prachtig. Met deze soort van, ja. He said we go hunting this morning. Why isn't he here? Where is he gone to? Met deze toch wel mooie intro en een soort uitleg, tutorials nog voor melee combat. Gaan we lekker verder met deze part 2. Nog een paar minuten, jongens. Het start zo mooi. De game speelt zo smooth. Ik kan niet anders dan positief zijn over dit juweel. Als gamers zijnde, haal dit. Heb je een Xbox, koop een PS4. Doe jezelf dit niet aan. Om het een ander te laten spelen. He's just standing there. Oh jee. Oh jee. Dit voelt niet goed, jongens. Of is het gewoon emotioneel? Aloy, you're here. Did you want to be alone? No. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy.
You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the Embrace, and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the Embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No, I'm fine. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast. No. Shunned. Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Okay. Anything else you want me to do while I'm down in the Embrace? Odd Grotta might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grotta follows the law. Her science towards us is honorable, not an insult. If you say so. I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right, see you at the North Gate. Zie je, ik kreeg een onderbuikgevoel van hoe dit liep. Het was niet alleen emotie. Natuurlijk zit hij met emotie in zijn buik ook. Op het moment dat Aloy deze beproeving wint, zal ik worden geaccepteerd. Ik, Aloy, maar hij niet. Hij blijft die buiten staan en hij is bang dat Aloy ons zal vergeten, hem zal vergeten, bla. Bla 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 bla. Logisch. Het is logisch. Maar hoe die praat over de avond die gaat komen en wat er komen gaat en dat ik goed voorbereid moet zijn, voelt inderdaad onheilspellend. En ik ben heel benieuwd waar die op doelt, wat gaat er gebeuren. En waarom? Waarom zo snel in de game? Het is like part 2, game. Chill even. Maar nee, geen tijd voor chillen hier. Something's really bothering him. If he thinks I'm gonna abandon him, he's wrong. Wauw, oké. De eerste keer in de game. Part 2. Druk op de touchpad om de kaart te openen. Daar gaan we. Nee. Deze game. You fucking what, mate? Kijk even. Ongelooflijk, het is zelfs 3D. Er zit een hoogteverschil in gewoon. Bizar. Dit is echt bizar. Man. Oké, we hebben wel een doel. We moeten naar de strijderlocatie voor de missie. Nou kan ik ook bepaalde dingen maken, bijvoorbeeld munitie. De jagersboog pijlpacks. De vuurpijl. Die kan ik nog niet maken. Nee. Nou ja, dat begint het er wel op te lijken. Ik kan het als opdracht instellen, dit. Oh, opdracht bestaat al. Dat is op zich wel gek. Klusje maken mislukt. Hij bestaat al. Zo maken we dus een klusje aan. Dan hebben we nog daarboven de inventaris. Speciale voorwerpen die zijn toegevoegd. Wauw, dit zijn mijn DLC dingen. Grappig, man.
Ik kan dit dus inwisselen. Het is een token die ik gebruik bij een trader om daar een outfit voor terug te krijgen. Dus ik heb niet meteen al het outfit in de game. Nee, ik heb een token wie ik inlever bij een trader die mij vervolgens daar een outfit of een boog of munitie voor geeft. Woes, hoe geweldig. Damn. Ik heb 3 vaardigheidspunten. Wauw. Oké. We gaan even kijken, want dit is toch wel de diepgang die Horizon Zero Dawn niet alleen heeft, maar ook verdient. Ik moet dit behandelen. Ik ga dit niet gewoon voorbij skippen of wegknippen. Nee, we gaan kijken. Ik heb 3 skill trees waaruit ik kan kiezen. De roofdier, de moedige en de verzamelaar. Nou kan ik uit de eerste 9 kiezen en heb ik 3 skill points, dus we gaan goed kijken. Een stille aanval. Lijkt me super basic, moeten we hebben. Dat is 1. Oh, wauw. In de lucht. Ja, zo'n speler ben ik. Dit vind ik prachtig. Ik kan al kippenvel krijgen van het kleine fragment dat afspeelt, dus ja. En dan de stille val. Oh, dan blijf je geluidloos, zeg maar. Dit is enorm handig tijdens toch wel rennende targets. En die zitten er veel in. Kritieke treffer. Oeh, die is ook wel nice. Precisie aanvallen. De lokroep. Genezer. Ik genees sneller, oké. En extra natuurlijke grondstoffen. Dit is iets wat ik later wil doen. Precisie, kritieke treffer is iets wat ik ook wil doen als basic. Maar deze lijkt me het belangrijkst. Deze 3 zijn basisdingen. Dan hebben we de missies openstaan, de quests. Kijk, we hebben... Ja, ik vind het echt geweldig. Actieve quest, we hebben hoofdquest. Waarvan ik er 2 heb voltooid en de 3e staat open. Dat heet het punt van de speer. Dan hebben we extra. Geen open extra missies. Ik heb klusjes. Die heb ik wel. Oké, ik vind het belangrijk dat ik vuurpijl en... Even kijken. Verzamel grondstof voor de vuurpijl. Dat lijkt me awesome. Die zetten we wel aan. En dan hebben we ook nog een niveau 4 extra klusje. Vreemde Gratta. En daarvoor moet ik langs Gratta. Hij heeft vaak hulp nodig om te overleven. Ze praat alleen als ze bidt met de almoeder. Dus het is niet makkelijk om te begrijpen wat ze wilt. Oké. Lastig. En dan hebben we nog... Oh, wauw. Zelfs categorieën die we nog niet eens hebben ontdekt. Holy moly. This game. En dan natuurlijk de datapunten. Zie je, we hebben audio-dingen die we in de prologue hebben opgepakt. Een hologram die we in de prologue hebben opgepakt. Bizar. En dan hebben we nog de machinelijst. Dit is gewoon... Nee. Wat, hoeveel machines zijn er? Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 verschillende robotsoorten in de vanilla game. Oké. En je kan helemaal diepgaand erin duiken, kijken uit wat voor soort... parten bestaan, wat de technieken zijn om ze neer te halen. Heel vet. Nieuw klusje, vuurpijl. We hebben daarvoor verschillende dingen nodig waarschijnlijk om vuurpijl te kunnen maken. We trekken nu voor het allereerst de open wereld in. En zo is dat dan vormgegeven. Part 3 zal dan echt gaan bestaan uit free roam gameplay. Ik maak een nieuwe handmatige.
That'll change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days, and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. All right. Time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. Ja, jongens. Ik ben verliefd. Verliefd op de game. Ik ben omvergeblazen. Ik zit er helemaal in. Het is op het moment 2 uur 's nachts. Launch night. Ik kom uit mijn werk. Zit deze part 2 op te nemen. Zit te genieten. Heb op bepaalde momenten kippenvel. Kijk mijn ogen uit. En heb alleen maar liefde voor de game tot nu toe. Met klusjes, vuurpijl en main story dingen. Side quest, collectibles en genieting sessies. Ga ik verder in part 3, jongens. Bedankt voor het kijken naar Horizon Zero Dawn aflevering 2. Show die support door eventjes op dat like knopje te rossen. Met allebei die vuistjes. En tot aflevering 3. Tot de volgende, jongens. Peace.